Jongens, kennen jullie Gamers at Asus Bottlenecked? Nee? Wat vreemd. En gaan ze even heel snel Gamers at overal volgen. Want een aantal keer per jaar doen wij Bottlenecked. En dan kun jij fucking vette upgrades winnen voor jouw PC van Asus. En binnenkort start een nieuwe editie. En dan geven we echt fucking vette randapparatuur weg. Of een fucking vet beeldscherm. Nou, binnenkort komt alle info online. Doe daar vooral aan mee. Maar nu hebben wij die producten die we straks gaan weggeven alvast binnengekregen. En we gaan ze voor jullie unboxen. Ik heb hier een mechanisch toetsenbord. De RG Strix Flair. Check hem gaan. Wat een fucking vet keyboard is dit. Natuurlijk helemaal in, zoals de Republic of Gamers betaamt, helemaal in RGB-verlichting. Fucking mooi. Cherry switches, bruine om precies te zijn. En ja, we gaan nog gewoon even lekker openmaken. En we gaan zien wat erin zit. En er zit hier iets echt heel vet customizables in. Wat wel voor een niche is, maar wel super vet als je het kan. Kijk, dit straalt al even. Ik denk dat als ik zo doe, dat je het echt ziet flaren gewoon in je camera. Dat is zo vet. Ik ga hem even in spierenbeeld openmaken. Dat is best wel makkelijk. En zien we hier het, ja, natuurlijk het doekje. Nou, dat is wel fijn. We zien. het is eigenlijk net Apple. Maar goed. En ik haal hem er even uit. Hij is goed beschermd. Zo. Voilà. Er zit nog één dingetje in dat heel belangrijk is. Daar had Tom mij net al op gewezen. Dat ga ik ook niet vergeten. En ik ga hem nu laten zien. Voilà. Ik prik hem even vast. Ik ga even onder het bureau. Bam! Knipje. Batterij was leeg. Maar ondertussen staat hij wel aan. Hij werkt met twee USB-poorten. En dan komt dat er om één USB wordt doorgelinkt naar de USB-poort hier in het keyboard. Zoals ik zei, zijn het bruine cherries. Dus ze geven een goede feedback. En er zit ook nog een polssteun bij. Die ik nu eventjes voor jullie ga vastzetten. Die zit zo. Kijk dan. En dan straal je echt uit dat je bij de Republic of Gamers hoort. Dan hebben we nog één saillant detail voor deze keyboard. En dat is, ik heb hem hier. Ja, het plaatje. Hoe noem je het officieel? Het is een plaatje. Je ziet ook dat hij hier verlicht is. Als je hier even opkijkt, dan zie je dat dit plaatje met het RG-logo, dat verlicht is. En ten tweede, detachable is. Nou zit er nog zo'n plaatje bij hier. En er staat ook heel groot op. Deco me. Oftewel, decorate me. Dus hier, en het zou de winnaar van de aanstaande Bottlenecked sieren, als die hier gewoon een Gamerset logo op laat 3D laseren, etsen, whatever. Want, je kan het ook kleuren, maar dat is minder mooi. Want dan heb je hier gewoon je eigen customizable logootje en die kun je dan hier zo, kijk dan, inschuiven. En dan geeft hij ook gelijk licht, hè? Vet, hè? Super vet keyboard. We gaan er heel snel mee aan de slag. En een uitgebreide review ga je zien bij Gamers at Gear. Elke dinsdag op gamers.nl, elke woensdag op YouTube. Onwijs bedankt voor het kijken. Laat weten wat je deze unboxing vindt. Laat weten hoeveel zin je hebt in Bottlenecked, want hij komt er bijna aan. En we hopen je snel weer te zien hier op gamersnet.nl.